Jullie woon er dalk, wat maak ik hier? Hoe kom rijk je lang pad om? Verlik je wat schijn in die ochtend hier? Leven van die hand door die mond. Dus niet de meeste geld nie. En die nachten raak soms lang. Maar er blijft iets bekend aan een vreemde plek. En een oude gitaarse klank. Zo hoor mijn lied, hoor mijn leven. Want muziek is de taal van die mens. Kom ons deel ons stories en ons vreugde. Want muziek is de taal van die hart. Die bergen wacht en die winde dans op weer eens een kostbare klank. En die lijnen van die lang pad leen nog voor op die reis van een muzikant. Jullie ken mijn naam, ik kom van hier. Ik ken elke pad op die naam. Jullie ken mijn liedjes van 30 jaar. Jullie zang al die woorden samen. Dus niet die meeste geld nie. En die nachten raak nog lang. Maar er blijft iets vreemd aan een bekende plek. En een oude gitaarse klank. Zo hoor mijn lied, hoor mijn leven. Want muziek is de taal van die mens. Kom ons deel ons stories en ons vreugde. Want muziek is de taal van die hart. Die bergen wacht en die winde dans op weer eens een kostbare klank. En die lijnen van die lang pad leen nog voor op die reis van een muzikant. Zo hoor mijn lied, hoor mijn leven. Want muziek is de taal van die mens. Kom ons deel ons stories en ons vreugde. Want muziek is de taal van die hart. Ja, die bergen wacht en die winde dans op weer eens een kostbare klank. En die lijnen van die lang pad leen nog voor op die reis van een muzikant. Ja, die hele wereld zing saam vanavond in die hart van een muzikant. Stefan Jansen is singer-songwriter. Zijn voorouders verhuisden begin 1900 vanuit Nederland naar Zuid-Afrika. Een paar jaar geleden ging die toeren op straat in Europa met een repertoire van Amerikaanse country songs. En in Zwitserland gebeurde dit. Ik heb mijn gitaartje gevat. Ik heb daar zo in Bern in die straat gestaan met mijn gitaartas op. En ik heb gespeeld voor tips. En ik heb Engelse liedjes gespeeld en niemand heeft mij getipt nie. En ik heb gewonnen wat gaan aan. Ik verstaan niet, want ik is al een professionele muzikant. En toen speel ik een liedje, Lisa's klavier, Afrikaanse liedje. En voor het einde van haar liedje doet ik een crowd van 50 mensen voor mij. En toen besef ik, wauw, dit is eindelijk mijn unieke selling point. Ja, toen wist je wat je moest doen. Ik geloof dat ik mijn unieke selling point in Engels moest gezet, terwijl ik eigenlijk gepraat heb van Afrikaans wees. Dat is heel grappig. Het is mooi, hè? Want iedereen spreekt vandaag zijn eigen taal. Jij ook, je Zuid-Afrikaans. Ja. En het grappige is, het mooie is, dat we gewoon elkaar ook allemaal verstaan. Het is voor mij ook die lekkerste ding van alles, om zo ver weg te wees van waar ik woon, zo'n klein kultuurtje daar op die zuidepunt van Afrika. En dan stap ik hier in Nederland rond, ik praat mijn moedertaal met jullie, jullie verstaan, jullie praat jullie moedertaal terug en ik verstaan. Yeah. Het voelt voor mij rechtig alsof ik deel is van iets groter hier in Nederland. Het is wel inspirerend. Yeah. Ja. Maar dat is ook eigenlijk waarom jij dacht, ik moet gewoon in mijn eigen taal schrijven, liedjes schrijven. Want voorheen schreef jij, of zong je Amerikaanse country songs. Ja, dit is een 4 jaar lange verhaal wat ons nu gaan in 2 minuten indruk. Yeah. Maar basis wat gebeurt het, wat ik vertel. Ik heb voor de eerste keer Afrikaanse muziek gespeeld in Europa. En toen heb ik het net geklikt. Ik heb net besef,
die mooiste ding van mij in Europa is dat ik is wie ik is. Yeah. En ik is een Suid-Afrikaner met mijn Suid-Afrikaanse leerskoenen en mijn Pretoriase Afrikaanse accent. En mijn stories en mijn verhalen van mijn mensen wat ik vertel. En dit is mijn ding. Dit is wat mensen mij naar die prachtige feesten toe laat nooi. Dit is wat voor mij die Courantburg opskrifjes krijg. Dit is wat voor mij die bookings krijg. Ik speel bij feesten en restauranten en huisconcerten, cultuurkerkjes. Maar wat het is toch bijzonder? Ja, je hebt gewoon besloten, ik ga naar Amerika of naar Europa. Ik wil daar mijn Amerikaanse liedjes doen op straat. En vervolgens begrijp je in één keer dat jouw Zuid-Afrikaanse liedjes veel meer raken. Ja. Je bent hier nu voor het derde jaar. Vorig jaar had je 23 optredens, 32 deze zomer. Hoe dan, Stefan? Ja, een goeie stukje spanwerk. Team Jansen, mijn goede vriend en tourmanager Henk Jansen. Hij tussen mij en hom reël ons die optredens en ons reis deur die hele land. Ons kom ook nie net in Nederland in en speel vir die Suid-Afrikaners wat hier woon nie. Inteendeel, ons soek die plaaslike Nederlandse mense. Ja, juist het dialect en juist ja, soos bijvoorbeeld bij Sonnewende speel ons, omdat ons so culturele diversiteit celebreit. Dan kom hier die ou uit Afrika uit en vertel sy stories. En ja, dit is regtig prachtig om hier so te wees en om in te skakel bij julle kultuur. Ja. Dit is regtig ja, maar word het in Suid-Afrika ook opgepakt? Jouw muziek? Ik speel een beetje andere muziek in Zuid-Afrika. Ik is niet nie die Zuid-Afrikaanse ou in Zuid-Afrika, nie, maar in Zuid-Afrika is ik die Nederlandse ou. Oh ja, so wat ek dat is grappig. In Nederland vertel ik stories van Zuid-Afrika. Oh, ja, 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 en in Zuid-Afrika vertel ik stories van Nederland. Je verbindt dus heel erg. Dat is toch mooi? Ja, dat is prachtig. Mijn huis is net miljoen keer groter geworden van het Nederland ontdekken. Want ik voel thuis hier, overal waar ik ga, maak ik vrienden. En ja, ik bedoel, dit is net amazing. Je gaat nu voor de eerste keer liedje Bella spelen in een tv-studio. Ja. Bella is ook een nieuw liedje, hè? Ja, Bella is een liedje. Dit is episode 1 van een hele reeks van liedjes wat ik schrijf over mijn eigen gezin. Ja. Bella, die liedje is geïnspireerd door mijn oudste sissie Melanie Jansen. En sy is die verantwoordelijke dochter en die gehoorzame dochter en die goede voorbeeld van allemaal. Sy is een ongelooflike mens. So, Bella is een verhaal van een Afrikaanse meisie, wie sy pa een dominee is van een klein gemeenskap kerkie. En een hele story wat volgt daaruit. Daar is Bella. Daai foto is my sissie in 1992 by my oupa se huis in Namibië is daai foto geneem. Die CD-cover is echt mijn sissie in 1982, 83. Ja, het is een prachtige foto. Met ook van die mooie oude kleuren, hè? Ja, ja, nee, ons het net besluit, die foto praat voor homself. Ja, nou, editing needed. Dus, laat ons horen, Bella. Dank je. Dank je wel. Lekker man. Ja. Fijn dat je er bent. Bella was een meisje van die plaas geweest. Bella met hart van zilver. Bella het die boek van God gelees, toe die lewe vir Bella wou breek. Het die Heere vir Bella gewys waar het is om veilig te wees. Bella was die blom in die oogend, Bella met hart van blauw. Bella moes haarself een keer verloor, laat die onreg haar verloon. Toe die Heere vir Bella gewys dat sy in beloftes kan glo. Ons Vader wat woon in die hemel, waar ook al die wind ons heen dra, gee ons vandag ons dagse brood en môre weer een kans om te verstaan. Bella was die kleer in die reenboog, Bella met 'n hart van blauw.
Wel, ek kon die lach uit stilte bring, toe sy die lied van twyfel sing. Die Here verbel en gewys dat die waarheid lig terug kan bring. Ons Vader wat woon in die hemel, waar ook al die wind ons heen dra, gee dat ons meer soos jou dogter sal wees, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Ons Vader wat woon in die hemel, waar ook al die wind ons heen dra, gee dat ons meer soos jou dogter sal wees, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade.